bij iedereen kan haken. Maar vandaag gaan we lekker breien. Tenminste, ik ga jullie leren continentaal te breien. ja, voor mij zijn de termen ook allemaal anders en het is helemaal nieuw. Maar ik denk, ja, ik ga er toch even een klein videootje over maken. Zoals je ziet heb ik nu twee kleuren. Dat is eigenlijk om het goed uit te leggen hoe je recht continentaal kan breien in plaats van dat je de draad over je breinaald haalt. Leg je je draad op je wijsvinger. Ik heb ook kleine naaldjes, want ik ben met een sok bezig. Kijk, ik ben vanaf de boord begonnen, maar vandaag gaan we even alleen continentaal breien. Dus je hebt de steken op je rondbreinaald staan. Je pakt je draad aan de achterkant over je wijsvinger en je houdt hem ook aan de achterkant en je trekt hem een beetje strak met je handen. Dus dit is hoe je eigenlijk die draad vasthoudt. Je legt hem op je wijsvinger en je hebt je naalden eigenlijk zo gekruist. Even goed mijn sok naar beneden duwen. Want als die omhoog wipt, dan zie je weinig. Dus je blijft gewoon eigenlijk je steken op je haaknaald, op je breinaald. Je steekt in. Je hebt je draad op je wijsvinger, op je linker wijsvinger. En je haalt je draad met je rechter breinaald er doorheen en dan laat je hem afgaan. Dus je draad op je linker wijsvinger, je steekt in, je haalt je breinaald over de draad heen en je haalt de draad door de lus en je laat hem afgaan. Je steekt in, je hebt de draad op je wijsvinger, je gaat echt het, zeg maar, kruisen je breinaald. Je haalt de draad door de lus en je kan met je de rechter wijsvinger nog op de naald zetten en dan kan je hem zo af laten gaan. Dus insteken, draad omhalen en af laten gaan. Insteken, je haalt je beetje je linkervinger, hou je omhoog zodat hij over de rechter breinaald heen gaat en dat doe je tegelijkertijd en dan schuif je hem op je rechter breinaald en dan duw je een beetje met je vinger op die linker breinaald en dan laat je hem afgaan. Je houdt je draad weer achter je werk, insteken, draad omhoog trekken, je rechternaald pak je hem eigenlijk gewoon op en je laat je garen op je naalden staan en dan duw je een beetje en je laat hem afgaan. Insteken, draad omhoog over je breiwerk of over je breinaald en dit is continentaal breien. Dus het is eventjes een klein dingetje hoor, dat je denkt, oh jee, ik leer dit nooit, maar dat leer je automatisch, gaat dit goed. En hoe meer je dit doet, hoe handiger je erin wordt. En in het begin moet je het vooral langzaam doen, niet snel willen van, oh ik kan continentaal breien. Ik heb het ook moeten leren. Dus insteken, je draad omhoog over de breinaald heen wippen en tegelijkertijd duw je dan die breinaald weer naar de voorkant en dan laat je je steekje weer afglijden. Insteken, draad omhoog, tegelijkertijd duw je je breinaald naar voren en je kan je steek af laten glijden. Insteken, draad omhoog om de breinaald heen
En ik heb bewust ook twee kleurtjes gekozen dat je goed kan zien hoe dat ik dit doe. Misschien doen andere mensen dit anders. En het zijn natuurlijk kleine sokkennaaldjes, maar of je nou grote naalden hebt of kleine naalden, dat maakt niet uit. Dit is continentaal breien. Kijk, en de lusjes blijven mooi aan de achterkant. En ik zou zeggen, ga lekker oefenen met breien. Maakt niet uit welke steek dat je pakt, of tenminste dit is gewoon de rechtersteek. Insteken. Je houdt goed die draad om je breinaald heen. Je haalt hem naar de voorkant en je laat hem afgaan. Ik zou zeggen, nou, veel plezier met deze breisteek, continentaal breien. En ik zou zeggen, abonneren. En dankjewel voor het kijken. Naar Iedereen kan haken, maar vandaag zijn we aan het breien gegaan. En tot de volgende video. Tot ziens!